Hey, goedemiddag. Welkom bij Auto Siro. Ja, weer een hybride, maar een keer wat anders dan wat u van ons gewend bent. We hebben op dit moment 10 Outlanders staan. Mercedes C350 een stuk of 6. Volkswagen GTE, de Passat en de Golf een stuk of 10 samen. V60 hybride hebben we er een heel partij van. Audi A3 e-tron, allemaal hebben ze. Deze heb ik nog niet eerder gehad. Ik zag hem bij de groothandel en ik vond hem prachtig. Dus dat had niet zo lang geduurd. Zelf ook vanuit Zwolle hier naartoe gereden. Toen zat de accu vol. En hier naartoe is 35 kilometer. Dat is gelukt. 41 geven ze aan, fabrieksaf, dat lukt niet. Ik heb echt erop gelet. 35 kilometer puur elektrisch gereden. En ja, zoek je een 2-serie, dan wil je deze. Want hij heeft volgens mij alle opties. Hier komt hij even. Kom van lease maatschappij. Dus volledig onderhoud is gewoon ter inzage. Je ziet de parkeersensoren daar ook aan de zijkant. Dus er zit automatisch inparkeren op. 17 inch lichtmetalen velgen. Mooi ook dat chroom langs de ramen. Dit is de high executive uitvoering. Dit is de uitvoering die je wilt. Je ziet het al eventjes, maar ik heb het panoramadak even opengezet. Vooral in de zomer natuurlijk wel lekker. De 225 XE plug-in hybrid. Ik hoop dat je het goed kunt zien, maar ja, je bent ook liefhebber denk ik als je een dergelijke uitvoering koopt. Maar hier is ook echt op gepast. Geen krasje, geen deukjes, niets. Hier kun je hem opladen. Kijk eens aan. Er komt uiteraard een thuislader en een snellader bij. Twee stuks dus. Gaan we even naar de binnenzijde. Oh, dit is ook wel leuk. Hij heeft dus keyless entry, dus je kan de sleutel in de zak houden. Volleder. De sportstoel, want deze kun je nog ietsje verlengen. Zeker bij BMW wel belangrijk. Hij is net binnen, dus kijk een beetje door de viezigheid heen. Je ziet het al, mooi veel zijdelingse steun in de lenden. Dit wordt gespoten, dan kun je daar niks meer van terugzien. 4 elektrische ramen, ook leuk dit. Rode accentje, dat zie je daar aan de overkant ook weer en in het dashboard terug. Je ziet hem al staan, het head-up display. Daar komt je snelheid op te staan. Je merkt ook, de batterij is inderdaad leeg. Hij heeft nu 151.000 kilometer gereden. Hij heeft een groot scherm navigatie. Hij heeft stoelverwarming, climate control. Ik hoop dat u het kunt zien. Kijk, daar ziet u de snelheid. Ik doe hem gauw weer uit. Hoppakee. Als gezegd, onderhoudshistorie, die heb ik al eventjes opgevraagd van A tot Z. Vaak krijgen ze de laatste beurt niet bij de leasemaatschappij. Die beurt die voeren wij uit, evenals een nieuwe APK-keuring. Daar rekenen we 4,95 voor. Dan krijgt hij een grote onderhoudsbeurt, want deze is toe. En nog 150.000 kilometer beurt. Oh, dit is een elektrische klep, merk ik. Daar gaat hij. Kijk, 2 laadkabels dus. 1 voor thuis en 1 voor de snellader. Mooi, nog wel een diepe kofferbak. Maar wat een mooie auto. Ja, hybride, waarom zou je het doen? Deze auto is tot 2025 in ieder geval de komende 4 jaar dus nog 40 euro wegenbelasting in de maand. Je kan er dus 35 kilometer puur op stroom mee rijden. Dus heb je een laadmogelijkheid op je werk en heb je thuis zonnepanelen en leg je hem daar ook netjes aan de stroom. Of thuis in de 220 of op een snellader dat je een kastje koopt. Zo'n ding kost 1000 euro voor bij je huis. Ja, dan kun je eigenlijk gratis heen en weer. En nogmaals, naast dan dat wegenbelastingvoordeel, ga je wel heel, heel voordelig rijden. Neem van mij aan, het rijdt echt top. En ja, qua uitvoering hoef je niet veel verder te zoeken. Dit is de meest complete. Inruilen, dat doen we heel graag. Stuur even wat fotootjes via WhatsApp of iets dergelijks. Dan kunnen we daar een bieding voor doen. Wil je dit eens proberen of een van de 60 andere hybrides die we hier hebben staan? Ja, we zijn onder andere een specialist, mij betreft. Kom eens langs. Wil je liever dat we bij jou komen? Geen probleem, willen we er wel graag financieel uit zijn. Nou, bel, app, mail, we reageren heel snel. Dankjewel voor je tijd. Groeten, hoi.